Hoi allemaal! Vandaag in het filmpje ga ik laten zien hoe je met hele goedkope producten de perfecte basis kan creëren. En met de perfecte basis bedoel ik gewoon primer, foundation, poeder, concealer, de hele rattenplan. Ik gebruik eigenlijk alleen maar producten van Essence en Catrice. Ik gebruik ook geen dure kwasten. Ook mijn kwasten zijn helemaal budgetproof. Dus ik hoop dat jullie wat aan het filmpje hebben. Oh ja, en voordat ik het vergeet, ik weet dat ik er vragen over ga krijgen. Op mijn nagels heb ik dit. En dit is van Sally Hansen. En dit zijn de Salon Effects. En dat zijn een soort nagellakstickers. En ik heb hem in het patroontje Girl Flower. En dat is dus dit. En ik denk dat ik er later nog wel een artikel over ga schrijven. Maar dan weten jullie dat vast. En dan hoeven jullie daar niet meer naar te vragen of wat dan ook. Nou, kijk mee zou ik zeggen. Als eerste ga ik beginnen met een primer. Je hebt eigenlijk primers die allerlei dingen kunnen doen. De primer die ik gebruik, dat is de Prime and Fine Smoothing Refiner for Invisible Pores and Lines van Catrice. En dit is een soort gel, een soort crème op siliconenbasis. En die vult zeg maar de grove poriën en fijne lijntjes op. En daarnaast zorgt hij er ook nog voor dat je make-up beter blijft zitten. En ik gebruik deze best wel regelmatig omdat ik grove poriën rondom mijn neus heb. Een beetje op mijn kin en op mijn voorhoofd. En door dus dit spul wordt dat opgevuld. En dan krijg je een veel egaler effect. Dus ik breng gewoon wat aan met mijn vingers. Bij zo'n product kan je beter zo min mogelijk gebruiken. Liever te weinig dan te veel. Want als je te veel gebruikt, dan gaat je foundation glijden. En dat wil je natuurlijk ook niet. Want dan heeft die hele primer geen zin meer. Ik doe het dus echt op de plekken waar ik dus het nodig heb. Dus nou ja, zoals je zag, hier de T-zone een klein beetje op mijn wangen, een klein beetje op de kin en nog een heel klein beetje op mijn voorhoofd. Vervolgens pak ik mijn foundation, dat is de Catrice Photo Finish Foundation. En hier heb ik echt al heel veel over geschreven en verteld en weet ik het wat. Het is echt een hele fijne foundation en zoals je ziet, ik heb hem echt al heel veel gebruikt. Meestal breng ik hem aan met de F80, de bufferkwast van Sigma. Maar omdat dit een budget tutorial is, gebruik ik een andere kwast. Ik ga nu de schuine blush kwast van Essence gebruiken. En zoals ik heb deze toen al genoemd in mijn favoriete budget kwasten filmpje. Toen zei ik al, ik vind deze kwast helemaal niks voor blush, want hij zet echt zo'n streep. Maar hij is dus wel heel goed voor foundation. En dat is iets, dat bedacht ik me eigenlijk toen ik het filmpje het opnemen was. En ik heb hem daar nu al een paar keer voor gebruikt en hij werkte inderdaad echt heel goed voor. Dus die ga ik nu gebruiken. Ik doe gewoon een beetje op mijn hand. Zo. Ongeveer één pompje. En dan dip ik mijn kwast erin. En dan ga ik hem aanbrengen. Het fijne van deze kwast is dat je het heel goed in je huid kunt werken. En dat je ook makkelijk zo onder je ogen en rondom je neus komt. En als je gewoon een budgetproof foundation kwast zoekt en niet zo van de standaard foundation kwasten bent, dan is dit eigenlijk best een fijne. In principe heb ik nu de foundation over mijn hele gezicht aangebracht. Ik ga als laatste nog even terug naar mijn nek. En zoals je kan zien, deze foundation is een klein beetje te donker voor mij. Ik kom er net mee weg. En hij had niet veel donkerder moeten zijn, maar ik neem dus altijd ook nog even mijn nek mee. Dat is echt het nadeel van goedkopere foundation, sowieso van heel veel foundation in Nederland, dat de lichtste kleuren voor een hele lichte huid vaak nog te donker zijn. En op zich met deze gaat het nog wel, en zeker als ik zo meteen allemaal andere producten eroverheen doe, dan wordt het gewoon weer, gaat hij gewoon heel mooi mengen met mijn huidskleur. Maar ja, ik vind het altijd zo jammer. En ik weet dat ik niet de enige ben met dit probleem. Dus ik heb echt zoiets van, waarom brengen merken niet gewoon lichtere foundations uit? Maar ja, wat dat betreft, ja, in Nederland hebben we altijd minder daarvan. In het buitenland heb je gewoon veel meer lichtere kleuren. Nog met het laatste restje wat ik nog op mijn hand heb, dat doe ik nog even op de plek waar ik wat meer dekking wil. Ik heb bijvoorbeeld heel veel sproetjes, dus die werk ik altijd een klein beetje weg. En heel vaak zeggen mensen van, hé, waarom doe je zoveel foundation op je sproetjes? Maar ik vind zelf dat als ik bijvoorbeeld een full face make-up doe, dus met nog een heftige ogen erbij en of bijvoorbeeld een donkere lipstick, dan wordt het al zo heel snel onrustig met sproetjes.
Dus ja, vandaar dat ik er vaak voor kies om het toch een beetje extra weg te werken. Maar nog steeds zie je ze er doorheen, dus ach. Na mijn foundation gebruik ik concealer. Ik ga twee verschillende gebruiken. Ik gebruik de Stay All Day Concealer van Essence. Dat is deze. En het All Around Concealer Palet van Catrice. En ik denk dat jullie deze sowieso wel kennen. En deze, dit is een paletje met allemaal verschillende kleuren concealer. En deze die gebruik ik op de plekken waar ik wat meer dekking nodig heb. En dit is echt een heel erg fijn palet. Ik gebruik hem ook heel vaak als ik bijvoorbeeld andere mensen opmaak. Zodat ik allerlei kleuren bij de hand heb. Dan gebruik ik niet deze, daar heb ik een andere voor. Bijvoorbeeld voor bruidsmake-up gebruik ik die dan. En op mezelf natuurlijk ook gewoon. Daar heb ik deze voor. Wat ook heel erg fijn hierdan is, stel je gebruikt zelf bruiner of wat dan ook. Of je wordt zomers wat bruiner of sinds weer wat lichter. Dan heb je hier altijd wel een kleurtje in zitten die je kan gebruiken. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik alleen deze twee voor mezelf gebruik. En heel af en toe die roze. Die roze kun je heel goed gebruiken als je donkere kringen hebt. En die groene, die is eigenlijk voor buisjes en rode vlekjes. Omdat dat het zou neutraliseren. Maar zoals je kunt zien, die gebruik ik eigenlijk nooit. Dus deze twee ga ik zo meteen voor plekjes gebruiken. En de Stay All Day concealer van Essence. Dat is een wat meer vloeibare concealer. En die gebruik ik graag voor onder mijn ogen. Deze geeft niet zo heel erg veel dekking. Dus gebruik hem ook niet voor buisjes of wat dan ook. Maar en ook als je bijvoorbeeld hele donkere kringen hebt, kun je beter deze onder je ogen gebruiken. Ik heb het niet zo heel erg, dus ik gebruik gewoon deze. Het aanbrengen, ik doe eigenlijk concealer altijd met mijn vingers. Gewoon per stipjes zet ik, zo. En dan ga ik het met mijn vinger uitwerken. Altijd als je concealer onder je ogen doet, kijk omhoog. Want dan trekt, dan komt die huid strak te staan. En dan kan je het wat beter uitwerken. Vervolgens pak ik mijn Catrice palet. Ik ga deze twee kleuren een beetje met elkaar mengen. Want deze is al heel erg licht en deze is net een beetje te donker. Dus ik doe gewoon met mijn vinger een beetje, pak ik van beide. En dan dip ik dat op de plekjes waar ik nog wat meer dekking nodig heb. Let er ook op dat bij zeker zo'n dekkende concealer, dat je dept. En niet dat je gaat vegen, want als je gaat vegen, veeg je het weg. Altijd als ik mijn laatste beetje concealer heb aangebracht, ga ik nog even terug onder mijn ogen. Wat je namelijk altijd hebt, is dat concealer een klein beetje tussen die lijntjes gaat zitten. Dat heb ik zelfs met de concealers van MAC of met de Touche Eclair van YSL. Dus daarom kom je eigenlijk niet aan. Dus wat ik dan doe, is als een concealer bijna op is gedroogd, ga ik nog één keertje terug. Gewoon met mijn vinger, zonder concealer of wat dan ook. Maar om het nog een keertje uit te werken. En ik merk dat als ik dat doe, dat het dan eigenlijk gewoon de hele dag op zijn plek blijft. Om te zorgen dat de boel nog wat beter op zijn plek blijft zitten, ga ik het afpoederen met de Skin Finish Compact Powder van Catrice. Zoals je kan zien, deze heb ik echt al heel erg veel gebruikt. Ik ga zo meteen nog een tutorial opnemen en daarvoor heb ik gewoon echt een super egaal gezicht nodig. Dus ik ga nu geen poederkwast gebruiken bij mijn poeder, maar een plat make-up sponsje. En dit zijn gewoon van die make-up sponsjes die kan je bij de drogist kopen. En om je foundation bijvoorbeeld mee aan te brengen. En ik gebruik hem voor poeder. En wat je daarmee dan krijgt, is dat je veel meer dekking krijgt. En ook dat je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld met een kwast nu overheen gaat, dan wordt het heel snel cakey. En gaat je concealer ga je dan verplaatsen. En door zo'n sponsje te gebruiken en het deppend aan te brengen, heb je dat dus niet. Dus wat ik gewoon doe, ik ga even met het sponsje door mijn poeder heen. En vervolgens ga ik gewoon zo met mijn poeder stempelen. In principe ben je nu klaar, maar wat ik zelf altijd nog doe, is dat ik na mijn compact powder ook nog een transparante extra fixerende powder gebruik. En dat is de Essence Fix & Matte Translucent Loose Powder. Dat is deze. Deze lijkt heel erg op de Prep & Prime Finishing Powder van MAC en de HD Powder van Make Forever. Daar lijkt deze heel erg op. Ik krijg ook best wel vaak de vraag van dat mensen dan zeggen van, ik gebruik de MAC poeder, maar die laat een wit laagje achter. En doet die van Essence dat ook? En ik durf het niet te zeggen of die dat doet, want ik heb zo'n lichte huid. Bij mij zie je dat niet. En
zelfs al laat hij een wit laagje achter, dan is dat voor mij eigenlijk alleen maar beter. Omdat foundations vaak nog een beetje te donker zijn. Dus ja, sorry, daar kan ik jullie niet mee helpen. Ik weet wel dat ik hem gewoon echt fijn vind en dat hij er echt voor zorgt dat mijn make-up langer blijft zitten. Dus ja, wat dat betreft vind ik hem gewoon heel fijn. Er zit nog wat poeder bij mij in mijn dekseltje. Dus ik pak gewoon een poederkwast. Dit is de Catrice poederkwast. Even aftikken. En dan ga ik gewoon nog eventjes heel snel over mijn make-up heen. En dat was het. Ik ga zo meteen nog een ander filmpje opnemen. En daarin doe ik ook nog bronzer en blush en weet ik het wat erbij. Maar in principe kan je nu gewoon verder gaan met je make-up. En heb je nu gewoon een goede basis die eigenlijk de hele dag blijft zitten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!